hier is Wouter. Welkom bij deze video. Voordat ik deze video begin, wou ik even teruggaan op een vorige video van mij, die ook over voetbal ging. Want ik maakte daar een opmerking, ik maakte een grapje over de sterren. Je weet het wel, met voetbal krijg je, als je 10 keer landskampioen bent geworden, krijg je een ster. Nou heeft Feyenoord 1 ster en Ajax heeft er 3. En toen maakte ik een grapje over dat Ajax of dat de Joden in de jaren 40, 45 ook een ster hadden. Want je weet het, Ajax wordt wel eens gezien als bijnaam, is dat Joden. Ik bedoel, Feyenoord zijn kakkelakken, Ajax zijn Joden. En wat die andere voetbalclubs allemaal hebben, dat weet ik eigenlijk niet. Of die überhaupt een bijnaam hebben. Geen idee. Maar ik maakte daar dus een grapje over. En dan werd dat grapje niet door iedereen gewaardeerd. En dan kan ik nu heel moeilijk gaan doen van... Ja, ik mag zeggen wat ik wil, ik mag grappen maken. Ja, ik mag ook wel een grapje maken, vind ik. Maar als mensen dat niet leuk vinden, dan mag dat ook. Dus als mensen het grapje niet waardeerden, dan is dat ook hun recht. Ik bedoel, je hoeft een grapje niet leuk te vinden. Ik vind grapjes ook wel niet altijd leuk. Kijk, ik heb geen spijt van mijn opmerking, want ik maakte gewoon een grapje. En dan vind ik zelf dat het moet kunnen. Maar als mensen dat niet leuk vinden, ja, dat recht heb je. Je hebt het recht om iets niet leuk te vinden. Dus voor de rest, even goede vrienden. En ja, niks aan de hand. Maar goed, door naar de video. Gisteren was natuurlijk de wedstrijd PSV tegen Dortmund. En Dortmund, dat komt uit Duitsland. Dus er waren eerst Duitsers in Nederland. Maar de Duitsers, tenminste de club uit Duitsland, die kwamen naar Eindhoven toe. Want er moest weer gevoetbald worden voor de Champions League. En ik ben natuurlijk geen PSV-fan, ik ben een Feyenoord-fan. Maar in de Champions League support ik altijd de Nederlandse clubs. En nou is PSV helaas de enige Champions League club. Of Champions League club? Nou is PSV helaas de enige Nederlandse club die nog meedoet in de Champions League. Maar goed, andere clubs hebben er ook niet heel veel te zoeken, denk ik. Kijk, laat ik eerlijk zijn. Ik ben een Feyenoord supporter. Maar heeft Feyenoord echt iets te zoeken in de Champions League? Of is dat niveau iets te hoog voor ze? Ik denk toch dat het niveau een beetje te hoog voor ze is. Maar ja. Nee, maar PSV is dus nu de enige Nederlandse club in de Champions League. Nou, hartstikke mooi natuurlijk. Die gaan we dus supporten. Ik ben een beetje later bij de wedstrijd ingeschakeld. Want de wedstrijd was al iets van 20 minuten bezig toen ik ging kijken. En ik moest even de thuisvanger uitlaten. En toen werd er gescoord. Dus ik heb net die 1-0 van Dortmund gemist. Nou was het toch niet mijn favoriete club, want ik was van PSV. Maar ik heb wel de 1-0 gemist. En toen dacht ik van, het staat 1-0 voor de Duitsers. Ja, dat is niet zo mooi, hè. We moeten natuurlijk hopen dat PSV wint. En weet je, PSV die had ook wel kunnen winnen. Ik bedoel, PSV had genoeg kansen. En met een beetje geluk vliegt er eentje in. Maar ja, dat gebeurde niet. En PSV kreeg nog wel een strafschop. Maar ik moet eerlijk toegeven, die strafschop was wel makkelijk gegeven. Ik bedoel, die overtreding. Het was niet echt een overtreding, het was een slide op de bal. En dat die andere speler daarna ook nog viel, ja, dat is een risico. Maar die penalty is wel makkelijk gegeven. Ik bedoel, je had hem ook niet kunnen geven. Dus of het nou een terechte strafschop is, ik vind het zelf niet echt een terechte strafschop. Hoewel ik het wel heel leuk vind dat PSV 1-1 scoort, moeten we wel eerlijk zijn, die strafschop was wel makkelijk gegeven. En dan zie je aan het eind van de wedstrijd, heb je allemaal van die interviews. En dan heb je al die PSV'ers, maar er is dan niemand die zegt van, ja, die scheidsrechter maakte wel een fout. Iedereen zei van, ja, ik ben geen scheidsrechter en dus ik weet niet hoe ik daarover moet oordelen. Maar toen ze tegen die wedstrijd van Feyenoord de strafschop niet kregen, zijn ze allemaal boos op de scheidsrechter op de VAR. Maar als ze het zelf een keer meemaken dat het in hun voordeel is, dan hoor je ze niet klagen over de scheidsrechter. Maar ja, zo is het voetbal nou helemaal, hè. Ik bedoel, zou nou ooit iemand eerlijk toegeven in de voetbalwereld dat hij geen strafschop verdiende? Of juist wel? Of niet? Of dat de tegenstander strafschop moest krijgen of niet? Zou iemand dat ooit eerlijk toegeven of doe je gewoon wat in je eigen voordeel is? Ik denk dat bijna elke club het wel zijn eigen voordeel doet. En dan niet alleen PSV, maar ook Feyenoord, Ajax, Utrecht, PSV, ja, ook in het buitenland. Ik denk dat dat er gewoon een beetje bij hoort. Je gaat niet eerlijk toegeven van, tenzij van, oh nee, ik viel niet echt, of ja, ik viel wel, maar die andere speler raakte mij niet, dus het is geen strafschop. Ik bedoel, als jij nou valt, ook al raakt niemand je aan, en je krijgt een penalty, wat doe je dan? Dan neem je die penalty, dan ga je niet zeggen van, nee hoor, dit was geen penalty. Dat hoort er denk ik ook een beetje bij voetbal. Hoe lullig het ook is, maar ja, als je te eerlijk bent, dan win je niet in dit leven. Zo niet in het voetballeven. Nee, dus zo gaat dat. Nee, maar goed. PSV heeft dus gelijk gespeeld. Volgende keer moet ze naar Dortmund toe. Is het nog mogelijk? Ik denk wel dat PSV nog kansen kan maken. Als PSV gewoon goed aanvalt en gewoon scoort, dan kunnen ze die wedstrijd gewoon winnen. Het staat nu 1-1. En voor mij is dat uitdoepenregel is dat al afgeschaft. Dus ze staan gelijk. Het is niet dat Dortmund nu voor staat omdat ze 1-1 staan. Dus dat is een voordeel.
Goed, heb jij gekeken naar de wedstrijd? Laat me even weten. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.